Hallo, welkom bij een nieuwe video. Ik weet dat de setting een klein beetje anders is en nog zeker niet ideaal. Maar ik heb vandaag voor jullie de favorieten van de maand november. Dat betekent dat er vandaag 11 favorieten zijn. En ik ga jullie al waarschuwen, het zijn niet allemaal beauty favorieten. We gaan eraan beginnen. Mijn eerste favoriet heeft te maken met deze nieuwe setting. Ik ben namelijk verhuisd naar mijn zus haar kamer, omdat deze groter is. Maar als je meer info wil weten, kan je die altijd vinden in mijn vlogs. Daar vertel ik namelijk redelijk vaak over de verhuizing. En daar kan je ook de verhuizing meemaken. Als tweede heb ik de Sims Cats and Dogs. Dat is zo fijn om met honden en katten te spelen. In The Sims ook had ik een super populaire dierenkliniek die ik achteraf achtergelaten heb nadat ik super veel geld gewonnen en verdiend. Dus dat is echt heel fijn. Ook kun je kittens, je katten of je honden paren met elkaar, waardoor je kittens of puppies krijgt. En die kan je dan weer verkopen mocht je gezin te groot worden. Als derde favoriet heb ik Sint Maarten. Sint Maarten kwam bij ons op 11 november. Dat is de variant van Sinterklaas die in Antwerpen op 6 december komt. En de Sint heeft super veel lekkers meegebracht. Snoepen, chocola, koekjes. Terug genoeg om mijn buikje mee te gaan vullen. Als vierde favoriet heb ik de Press Days. Daar ben ik namelijk naartoe geweest in november. Ik ben bij verschillende persbureaus mogen langsgaan. Ik heb ook een Press Day unboxing opgenomen toen en die kon je al zien. Dus link hieronder van de Press Day unboxing en de persvlog. Eén dag na de Press Days ben ik ook naar de boekenbeurs geweest. Dus dat is mijn vijfde favoriet. De boekenbeurs was heel fijn. Wel heel erg kort dit jaar. Ik was er heel erg snel rondgelopen. Zeker omdat ik daar niet echt iets kopen, omdat ik de boekenbeurs nogal duur vind. Alleen de boeken dan op de boekenbeurs. Dus daarom. En je kan er wel altijd deals doen, maar niets voor mij. Dus ook de vlog daarvan ga ik hieronder linken. Een fotospecial van de Press Days en de boekenbeurs ga ik ook hieronder linken, als ik het niet vergeet. Als zesde favoriet heb ik eigenlijk iets die nog moet komen op het moment dat ik dit opneem. Maar ik weet sowieso dat het leuk gaat zijn. De voorbereiding er naartoe is alleszins zo fijn geweest. Namelijk Throwback Thursday. Ik ga er naartoe eind november. Ik denk de 29ste. Dat zal wel de 29ste zijn. En het wordt echt een super fijne avond. Daarvan kun je nog een vlog verwachten, want ik denk niet dat die online gaat staan als je deze video ziet. Als zevende favoriet heb ik de voorbereiding van blogger. Dat is weer zoiets onspecifieks en onsamenhangend. Maar op 12 december komt de nieuwe blogger uit. Dan mag blogger ook zijn eerste verjaardag gaan vieren. En daarvoor heb ik natuurlijk al zot veel gewerkt. Dus ik kan niet wachten om het aan jullie te tonen en voor te stellen. Alles daarvan was strikt geheim, dus je hebt daar niet zo heel veel van in de vlogs kunnen zien. Als achtste favoriet heb ik mijn Kindle. Ik ben namelijk terug aan het lezen in e-book vorm. En dat is heel erg handig. Ik heb een aantal boeken daarop staan nu die redelijk groot zijn. En dat is gewoon heel erg handig om mee te doen. Ik ga hem ook meedoen op vakantie. Want ik ga binnenkort op vakantie naar Roemenië. Naar Timișoara. Als ik het goed uitspreek. Ik ga ook naar de kerstmarkt in Lille. Allee, ik ben al geweest als jullie dit zien. Dus dat is gewoon zo zot handig om dat dan mee te gaan nemen. Als negende favoriet heb ik de Skin Science Firming Eye Gel. Deze gel
moet je onder je ogen aansmeren elke avond of elke morgen. Maakt niet zo heel erg veel uit. Ik doe het voor het slapen gaan. En het is echt super fijn. Ik weet dat ik nog net iets jong ben eigenlijk voor deze gel. Want de perfecte leeftijd hiervan is 30, 50. Dus ik ben daar nog zo... veel te jong voor. Maar ik vind het wel een handig product om te gaan gebruiken. En ik denk niet dat het veel kwaad kan. Nog iets dat ik elke avond aanbreng is mijn Super Lash Serum. En ik heb wel de indruk dat het helpt. En als laatste favoriet heb ik Magic Sandcastle, want ik ben daar super hard mee bezig. Zowel met het Instagram van Magic Sandcastle als met het YouTube account van Magic Sandcastle. Dus ik hoop dat het zo goed blijft gaan ermee. Dat is echt heel fijn. En dan is het nu tijd voor op, alles is op. Op, alles is op. Oh ja, Magic Sandcastle linkjes staan ook hieronder. Net zoals altijd, eigenlijk. Ik heb twee dingen opgemaakt deze maand. Als eerste de PS Love Gentle Facial Cleansing Wipes. Dit zijn eigenlijk gewoon. Ik heb ze ook nog in verschillende andere formaten. En ik heb al reserves. Als... tweede maakte ik voor het eerst in heel mijn leven of in heel erg lange tijd een deo op. Dit is een Nivea Anti-Transparent Stress Protect Deo. Deze zou 48 uur blijven zitten. Ik vind hem super goed. Je ruikt echt ook heel erg fijn. Dus als ik geen overvloed in deo's meer liggen had, had ik deze waarschijnlijk opnieuw gekocht. Zo, dit was het dan voor deze favoriete en opgemaakt video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. En misschien krijgt de volgende opgemaakt video wel enkele adventkalenders erin. Wie weet. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder. Klik ook op het belletje als je geen enkele video's wil missen. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doedels!